Hier een... Ai, Marieke, Marieke. Marieke. Mijn vader die werkte vroeger bij Jan Hendricks, dat is Freekse opa, heel lang geleden. En die hadden altijd nog een beetje contact. En het was, wij hadden in 88 gebouwd. En toen zaten we in de Trosanjers, hadden we gestoomd. En wat gebeurt er? Dan maak je de grond heel steriel. Toen ging het in één keer vaatziekte. Nou, we hadden in april gepoot. Dus toen moest in augustus, september alles eruit. Ja, dan ben je niet blij. En toen via Jaap, een vriend van me. En ook van mijn vader was dat een vriend. En die had al Franse geraniums van de jongens van Hendricks. En toen, hoe het nou precies kwam, weet ik niet. Maar op een gegeven moment, toen hebben we in 1989, dus dat is volgend jaar 30 jaar. Dit eerste waren ze hier met granen gehad, zeg maar, Franse geraniums. Je bent hier bij kwekerij Ton van Veldhoven. Dit jaar voor het 30ste jaar Franse geraniums. Ja, ik vind het ook een mooi teelt. Het is een sport om een lekkere harde plant van te maken. Als je nou deze plant hebt, vorige week, toen was Fred hier nog even. Toen zegt hij, hij wordt een beetje te... Weet je, dan gaat hij het even... Dit gaat natuurlijk zo hard, dan geef je alleen maar water. Nou, dan geef je even een paar keer een beetje remmen. En dan ineens, nou zie je hem al lekker hard worden en heb je weer naar je zin. Weet je wel, dat is dit ook. Dat is, wordt kogeltje hard. Kun je op zetten bij wijze van spreken. Wat breng je nou nog naar de veiling? Vandaag? Ja. Vandaag heb ik er nou natuurlijk, het is de zesde car en de tweede BB-car. En hoe werkt die veiling nou? Hoe die veiling werkt? Ja. Nou, gewoon aanbod, vraag en aanbod. Weet je, dus echt gewoon puur nog via de klok. Alleen ze hebben tegenwoordig, dat is wel lekker, die nou in de hengen zitten, dat is een mooi voorbeeld. Daar zijn al 8 bakjes van verkocht, via de klok. Flora Mondo heet dat. Klok voorverkoop. Nou, dat is mooi, dus is die druk voor die klok volgens ook weer weg. De klok is gewoon hetzelfde, gewoon een elektronische wijzer. En dan zitten die kooplieden echt nog in de banken. Dat is echt nog bij die planten nog wel, bij de bloemen zo wat niet meer. Maar bij die planten zitten ze echt nog met een briefje in de zak van... ik moet zoveel rode bakgraan hebben, zoveel fucks. Nou, ik weet natuurlijk niet voor elk bakje precies wat heen gaan, maar ik weet wel... Dat als ik kijk zo, dan zie ik bijvoorbeeld tuincentrum Ockenburg. Nou, dat weet ik toevallig te liggen, weet je wel. Maar ik zie het vaak tuincentrums bijna al. Hier is de Gerrits Dolsen met Sakentia's elke dag. Wel een wereldzaak. Gerrit. Deze is lichter. Ja, dat is veel. Steeds zuiniger die veiling lui. Helemaal gaat alleen. Trek geen zo'n gedacht, joh. Wat zag jij daar veilen? Fransen. Ja. Oh, dat ken. Ja, ja, dat ken. Maar ging niet? Maar ging niet? Ja, dat geloof ik. Nou, daar krijgen ze me maar niet voor.